Aanname is goed. Dijkstra met wat ruimte. Zeefuik, sterk. Zeefuik. En het eerste schot in de wedstrijd. Daar zien we dus Van der Brom terug op het oude nest. Vrije trap, Vitesse. Dit zijn lastige ballen. Is daar bijna de openingsgoal voor Vitesse. En Visser bijna met de openingsgoal. Zeefuik. Sterk, nog steeds Zeefuik. Bal meegegeven. Oh, te snel geschoten door Poku. Ook wel leuk om te vermelden dat de assistent scheidsrechter de zus is van Willy Overtoom. Die nog bij AZ gespeeld heeft in het verleden. Aan zijn beste periode natuurlijk heeft gekend bij Heracles. Opnieuw een vrije trap voor Vitesse. Buettner met de vrije trap. Dus een goede kopbal. Even weer wat dreiging. Tijdje niet gezien. Oppassen geblazen dus voor de laatste linie van Vitesse. Zeefuik is kopsterk. Bij de tweede paal. Oh! Het is daar voor de Berghout. Die werd dus gezocht. Vrije trap met rechts. En helemaal uit het oog verloren door de laatste linie van Vitesse. Visser zat daar goed tussen, maar AZ met Zeefuik. Zeefuik, goed gekiept. Brabel met een goede redding op de inzet van Zeefuik. De omloopbal. Kwakman, ja, dit is een goede variant zeg. Poku, weer Brabel. AZ op de helft van Vitesse. Kwakman, heerlijke bal. Nou, is daar de 1-0? Nee, het is Brabel. Heerlijke actie van Kwakman. Ja, deze had er wel in gemogen. Dit zag er even dreigend uit. Jonathans. Jonathans. En. Ho, mooie goal. En zo komt Vitesse dus op een 1-0 voorsprong in Weidewormen tegen Jong AZ. En de blijdschap is er bij de supporters van Vitesse. Het is Jonathans. Voorbij Poku. Heeft dan wat ruimte om te schieten en deze valt lekker binnen. Op zoek naar de lange hoek en gevonden. En de voorsprong voor Vitesse. Daal. Kwakman met weer een heerlijk balletje. Daal, nu dan. Daal en is daar meteen het antwoord? Nee. De inleiding was natuurlijk weer van Kwakman. Dit is een heerlijk balletje. Dit is mooi voetbal, dit. Foutje van Zeefuik. Speelt de bal richting Visser. Visser nog steeds. Komen wat mensen mee. Engel komt weg. Jonathans buitenom zou kunnen bij Krekels. Krekels met de voorzet. Oeh, de lat. Even weer wat dreiging naar die fout van Zeefuik die zomaar Visser de bal in de voet speelt. Kallersvaart, Berghout, Dijkstra.
Daal. Dit doet hij niet goed. Overname naar Vitesse. De Wecht met het schot. En Deen. Niet al te moeilijk voor de doelman. Ja, ik denk wel dat AZ het meeste balbezit heeft gehad. Ze hebben niet al te veel kansen gecreëerd. En Vitesse heeft optimaal geprofiteerd. Ook niet heel veel kansen gehad in de wedstrijd. Ah, dit is een mooie bal. Nou, komt hier de gelijkmaker aan? Nee, het is Smit die hem laat liggen, de spits. Vitesse wint voor de tweede maal deze competitie. Nu dus met 1-0.